Welcome to a new podcast episode from the Dutch Online Academy. If you're looking for transcripts, then take a look at our website, thedutchonlineacademy.com. There you will also find more information about grammar and group lessons. Pasen. Pasen staat voor de deur. En dat betekent dat er deze week een paar belangrijke christelijke feestdagen zijn. Tegenwoordig zijn de meeste Nederlanders niet gelovig, maar Nederland is van oudsher een christelijk land. Veel nationale feestdagen vinden dus hun oorsprong in het christendom. Sommige van die dagen zijn nationale vrije dagen, en andere niet. In deze podcastaflevering gaan we praten over paastradities in Nederland. Aanstaande donderdag is het Witte Donderdag. Christenen herdenken op Witte Donderdag het laatste avondmaal van Jezus Christus. Een avondmaal is eigenlijk een ander woord voor avondmaaltijd. Tijdens deze maaltijd werd Jezus verraden. Door een van zijn discipelen, Judas. De dag erna is het Goede Vrijdag. Op deze dag ging Jezus dood door kruisiging. Maar waarom noemen we het dan Goede Vrijdag? Nou, christenen geloven dat Jezus stierf voor alle mensen en dat zo hun zonden vergeven werden. Goede Vrijdag is een nationale feestdag, maar geen vrije dag. De meeste mensen moeten werken. Kinderen zijn meestal wel vrij. De dag na Goede Vrijdag is Stille Zaterdag. Op deze zaterdag herdenken christenen dat Jezus in zijn graf werd gelegd. De kerkklokken luiden op deze dag niet. Het is dus echt een stille dag. Dit is ook de laatste dag van de vaste periode die na carnaval begon. Vasten betekent dat je een tijd lang minder eet of sommige dingen niet eet. De meeste mensen vasten tegenwoordig trouwens niet meer. Maar vroeger waren er wel veel mensen die in de periode tussen carnaval en Pasen vasten. Ze aten dan onder andere geen vlees en geen eieren. Na stille zaterdag is het Pasen. In Nederland duurt Pasen twee dagen: altijd een zondag en een maandag. Eerste Paasdag en tweede Paasdag. Op deze dagen zijn de meeste mensen vrij. Maar wat vieren de mensen nou eigenlijk met Pasen? Christenen vieren dat Jezus met Pasen is opgestaan uit zijn graf. Hij werd dus weer tot leven gewekt. Dit is een groot feest, en het betekent het einde van de vaste periode. Natuurlijk staan er eieren op het menu, want die mochten christenen tijdens de vaste periode niet eten. Maar we zien eieren ook als een symbool voor nieuw leven en de lente. Pasen is dus net als Kerstmis een heel belangrijke christelijke feestdag. Veel christenen gaan op deze dag naar de kerk. Het is voor hen misschien wel het belangrijkste feest van het jaar. Tegenwoordig wordt Pasen ook gevierd door mensen die geen christen zijn. Voor veel mensen is het een lekker lang weekend om het begin van de lente te vieren en samen te komen met familie en vrienden. Bijna alle Nederlanders eten met Pasen een eitje. Het ontbijt is erg belangrijk. Op het menu staan onder andere gekleurde eieren, een paasbrood, verse sapjes, fruit en hartige hapjes. Kinderen gaan vaak paaseieren verven en zoeken in de tuin. En in sommige gemeenten kun je ook paaseitjes zoeken in parken of bij kinderboerderijen. De paashaas is trouwens wel bekend onder Nederlandse kinderen. Maar hij heeft geen belangrijke rol in de meeste gezinnen. Vaak is het wel duidelijk wie de eieren heeft verstopt. Als je in Nederland woont, heb je vast gezien dat de supermarkten vol liggen met chocola. Tegenwoordig zijn niet alleen gewone eieren, maar ook chocolade eieren erg in trek. Wist je dat de gemiddelde Nederlander ongeveer 50 chocolade-eitjes eet in de weken voor Pasen? En er zijn tegenwoordig allerlei smaken: witte chocola, melkchocola en pure chocola natuurlijk. Maar ook grappige smaken, zoals pindakaas of tompoes. Zelf ben ik dol op de smaak framboos cheesecake. Wat is jouw favoriet? Thank you for listening to the Dutch Online Academy. Don't forget to subscribe to this channel if you would like to stay up to date.